happen uit de grond die je zelf kunt dragen. En de steel van je spade. Dus breek niet je rug en breek je spade niet. Ik zeg niet welke van de twee het belangrijkste is, maar het zou allebei jammer zijn. En maak het gat niet groter dan de kluit of het waterstel is. Want heel veel dingen zijn in een pot, een plastic pot. Daar zitten de wortels bij elkaar, laat ze gewoon lekker bij elkaar. En probeer ze gewoon op dezelfde hoogte te krijgen, dus de kuil niet dieper dan de pot. En daarna gaan de wortels wel op zoek en neemt het bodemleven toe. Juist omdat we bovenop dat organisch materiaal hebben liggen, dat je weer terugschuift rond de plant heen. En komt het bodemleven verder op gang. Maar als je grotere kuilen graaft, maak je het ingewikkelder voor het bodemleven. Dus gewoon zo'n groot kuil, het scheelt ook in het werk trouwens, als, dat, als de wortelkluit is. Sommige dingen zijn wat dan heet naakt wortelig, dat zijn gewoon los wortelgoed dat in de lucht hangt nu. Ook daarvoor geldt van maak de kuil niet groter dan nodig. Laat wel de wortels een beetje uitspreiden, dat ze wat op de bodem van de kuil de ruimte hebben. En vul de grond weer aan. Beweeg dan de struik of boom zelfs een beetje. Dan gaat de grond beter op de wortel zitten of zou eventueel de zand nog naar beneden kunnen zakken. En duw het dan voorzichtig aan. Niet stampen, maar gewoon aanduwen. Dan sluit de aarde tegen de wortels aan en komt de communicatie van vocht en lucht beter op gang voor de wortels. Maar niet op gaan staan.